januari. Oh, ik ben moe. Ik heb tot 12 uur 's middags uitgeslapen. Daarna hebben we een nieuwjaarsduik gedaan, ik en Rick. En nu zijn we op stal. Nou ja, ik ben op stal. Samen met Blondie. Samen met de blonde pony. Het was wel koud in de zee, maar eruit was wel lekker eigenlijk. Vandaag ga ik Ivy rijden en Blondie logeren, denk ik. Even kijken wanneer Blondie op bord kan zetten. En hoe het met Ivy is, of die nog leeft. Dus ben je er klaar voor? Nou, ik niet in ieder geval. Wat is dit? Zuivert. Ah, Roosie. Hi. Ik wou wat met jullie delen. Ik wil de vlogcamera terug. Want ik voel me met mijn telefoon, vind ik wel cool. Maar dan kan ik niet mijn telefoon laten zien als ik aan het filmen ben. En met de GoPro voel ik me een soort amateur. Kijk, niet dat dat betekent dat ik een amateur ben. Misschien wel, eigenlijk wel. Ik wou deze mededeling even met jullie delen. Blondie aan het logeren. Nou, net als Blondie het heel wild aan het doen. Ja, dat was ze. Ze is haar ijsje kwijt. Ik heb hem wel weer gevonden. Maar ik vind het een beetje naar. Ik vind, weet je? Ik vind hoe paarden bewegen altijd zo cool. Ja, ik weet niet. Ik kan er echt van genieten om hier naar te kijken. Want ze is zo groot en machtig. Gaat fout. Ik weet het, vind ik cool om naar te kijken. Hoe ze maken. Zo. Oh, mijn hoofd. Mijn ogen zijn nog steeds ingestoken. Maar ik heb wel mascara opgedaan. Ik heb mijn nagels gelakt, alleen het is rood en dat vind ik best heftig. Want normaal gesproken doe ik met gel lak, maar dat ging deze keer. Oh, mijn hoofd is echt. Normaal gesproken moet. Nee, wat ik niet weet. Normaal gesproken doe ik met gel lak, maar dat ging nu niet. Als vrouw Blondie. Het is 7 uur 's ochtends. Goedemorgen. Wij gaan naar heen toe. Ik heb gisteren de paarden helemaal gewassen. Dus gewoon even kijken. Ja, helemaal. Pintjes. Of ze zichzelf schoon hebben gehouden. Volgens mij wel. Oké, top. We gaan naar Ivy toe, want het is toch lekker rustig op stad. Oké, ik heb Ivy meegenomen, want ik kon niet zien of ze vies of schoon was. Oh, volgens mij is het schoon. Weet ik niet. Oh, jullie zien helemaal niks. Kijk, daar ben ik weer. Hoi. Kom. Leg je nog even een deken. Als jouw deken is. Oeps. Kijk dan, wat vies. Stout. We gaan even de wisseltruc laten zien. Nou, niet de wisseltruc, hoe ik uitlaat. Want ik heb nu heel systeem. Ik heb ze allebei losgemaakt. En dan loop gezellig mee naar achteren. Dat ging heel soepel. Als je vraagt, Tess, wat heb je in je zak? Ik heb een hoefijzer in mijn zak. Leuk dat je het vraagt. Misschien ook niet. Maar ach, joh. Dan heb ik het aan mezelf gevraagd. Dan hebben de paarden heel veel gepoept. Uiteraard, want het zijn paarden. Blondie, wacht. Dan maak ik eerst Ivy los. Ik weet niet of Ivy er ook zelf uitkomt. Daar gaan we nu achter komen. Ivy, kom maar. Ik heb mijn paarden te goed opgevoed. Ja, leuk hè? Hop, lopen. Kijk, en dan gaan we naar de volgende. Ho! Kom maar! ik ga ze stal. Oh. Ja.
jullie staan naast elkaar. Doe rustig. Moet even plassen even. Privacy. Nou, Roesmet kwam naar me toe lopen en die zei, ben jij van het ijs? Ik zeg, ja. Zegt, ja, pak je voeding maar, loop maar mee. En dan, nou, ijs zit weer onder. Maar... Ze heeft nu ook rosé gold nageltjes. Nou ja, je ziet het nu niet omdat hij er zwart spul overheen heeft gedaan, maar... Wacht, misschien zie je het hier wel. Aan de onderkant. Oh my god. Wacht, ik moet hier even een foto van maken hoor. Oh my god. Ik heb inmiddels, door dat Ivy in Schiedam stond, inschattingen dat ik hem zo dusdanig dichtbij kan zetten, dat je dan precies zo alles erin kan gooien. Ja, nou dan doen we dit dadelijk en dan gaan we dan nu daarheen. Nou, hij zei dat het er hartstikke goed uitzag op halsgebied, maar Amber zei ook al tegen mij van, nou ja, weet je, het hals gaat nu wel heel goed, maar de rug gaat nu wel slechter. Ze zet zich... Ze zegt dat hij vast zit. Ik zag net ook tijdens het longeren, dat zag ik hier een hele bolle spier lopen. Oh, Blondie slaapt, hou op. Blondie is aan het omslaan. Wat is dit? Blondie, nee, ho. Blondie, nou ja, die zag hier zo'n bolle spier lopen. En toen zei Erik ook, weet je, ze zet zich hier heel erg vast. Daar zien we er wieder, ja. Goedemorgen, lieve Shubbe. Wat is dat nou weer? Goedemorgen, lieve kinderen. Shubbe ook. Is niet kind dan? Nee, dat zegt meneer Van Es altijd. Goedemorgen, lieve Shubbe. Nee, ik denk dat Shubbe geen kinderen betekent. Misschien monsters of zo. Ik ga het opzoeken, ja? Nou, nee, weet je wat? Ga maar gewoon eerst vertellen, maar ik het straks opzoeken, ja? Oké. Okay. Goed, we zijn weer on tour met de boer, maar nu naar Poldijk, naar de Adderkoehoeven. Ivy hebben ze foto's gemaakt van haar rug en van haar hals. Die heb ik allemaal bekeken en ik ging helemaal inspecteren, maar ik keek me dan soms echt aan van, waarom kijk je zo boos? En ik zei van, nou, ik ben geconcentreerd. Dus dat was wel grappig en ze had... En wat ze nu heeft, is dat ze ook zij ontstekingen in de hals heeft. Net als Blondie. Dat waren... Dezelfde plek, C6, C7. Ja, en nog een plek? C7, C1. C1. Ja, maar dus... C7, C1. Ja, dat kan niet. C7 zit laag en C1 zit hoog. Ja, maar toch is het C7. Nou ja, goed. Ze heeft op 4 plekken ontstekingen, die zijn nu behandeld. Dus dat is super. Voor de rest was alles goed. Dus dat is ook heel erg fijn. Dus eigenlijk is hetzelfde als Blondie, alleen dan wat ouder. Dus dat de ontstekingen er al wat langer zitten. Je hebt bijvoorbeeld hier al Blondie. En dan zat er een soort schuin daar. Ja. Nou ja, goed. Ik laat het morgen wel zien op de video. Nou, dat hoeft niet. Maar goed, dus het valt eigenlijk reuze mee. Daar zijn we heel gelukkig mee. En het gedrag dat ze laat zien correspondeert wel met de pijnpunten die ze heeft. Dus dat is ook heel logisch. Wat zeg je? Ik denk dat het gekost is. Correspondeert. Ja, ik denk niet dat iedereen weet wat dat betekent. Correspondentie. Corresponderen betekent dat het... corresponderen is eigenlijk dat je een brief stuurt naar iemand en dat die dan weer antwoord geeft. Dus dat het ene lijntje bij het andere lijntje hoort. Dus dat het logisch is dat het een bij het ander hoort. Het komt overeen. Mag ook. Dus de pijnpunten komen overeen met het gedrag dat ze vertoont. Dus dat is heel fijn. En nu is de kwestie van 3 dagen pijnstillers. 6 dagen. Oh, sorry. 6 dagen pijnstillers. Likker biet dat kammetje. Hey. En dan aan de hand werken, longeren, zelfs als Blondie. En dan over 3 weken terug. Ja, best snel. En over 2 weken naar Amber. Ja. Dus, nou. Life is good. Tess had het zwaar vannacht, maar nu kan ze weer slapen, denk ik. Hè? Ik kan ook vertellen dat ze hetzelfde middel, maar dan nieuwer heeft gekregen. Als ze het sterk kreeg en ik helemaal hartkloppingen kreeg. Ja hoor. Die meneer zei dus, hoe heet hij? Stefan. Ja, beste Stefan. Ja, een beetje echt een hele aardige man hoor, maar
Hij kwam met een... Hij zei dus dat spulletje. Blondie heeft een milde variant gehad. Dus alleen ontstekingsremmers. Maar Blondie die heeft de plantaardige variant gehad. En Ivy, dus niet de synthetische. Ja, en Ivy heeft de synthetische gehad. Met sterren heeft hetzelfde middel als Ivy gehad. Maar dan de oudere variant. Waardoor de kans op hoefvervangheid echt heel hoog is. Dus, nee, dat is niet waar. Waardoor de kans op hoefvervangheid aanwezig is. Was. Nou ja, sterren zijn we eraan verloren. Dus ik hoor dat totale paniek. Ik hoor start zijn, 2 seconden later, totale paniek. Nou, dus ik zo... Ik werd helemaal rood. En daarna zei Mara, ik trok helemaal rood weg. Dus oké, top. Trok je rood weg of niet weg? Ja, rood. Ik werd helemaal rood en ik kreeg het helemaal warm. Dus ik dacht, oké. Dus ik zei zo eerst van, is dat altijd heftige spul? Of ik zeg, ja, dit is zeker wel een aanwezige kant. En toen helemaal van, oké, gezellig. En toen vroeg ik meteen, ja, hoe groot is die kans op hoefvervangheid? Want ik ben aan dit spul pony kwijtgeraakt. En toen ging hij me geruststellen, maar ik was nog steeds niet helemaal gerust. En toen waren hun allemaal weg. Toen zei Mara tegen me, gaat het? Ik zeg, nou, ik vind eigenlijk best wel eng dit. Dus ik hoop dat alles goed gaat. Nou ja, ze hebben 1 geval in de 6 jaar gehad. En dat kwam door een naald die niet helemaal goed schoon was. Dus... In principe aan het vloeistof of aan het spulletje moet het niet liggen. Ja, en ze doen daar ook 8 paarden met 5 dierenartsen per dag. Dus dat is echt... En dan in die 6 jaar dat ze bestaan is er 1 keer... iets misgegaan. En dat was niet door een vuile naald, maar dat was gewoon doordat er een bacterie bij die inspuiting terechtgekomen is. Ja. En hoe dat dan gekomen is, dat is natuurlijk... De vraag. Dus dat betekent dat het nog 0,0001% is, zoiets. Ja, maar alsnog, ik hou mijn hart vast en ik hoop dat alles goed blijft gaan. Wat is papa allemaal aan het zeggen? Weet ik niet, maar kunnen we dit eerst afmaken en dan mag je daarna naar papa kijken. Dus nou, wij mogen weer terug naar het Westland. Hansen. Yay! En een lekker trailertje, paardjes lekker op stal, trailertje schoonmaken. En dan, als we stoppen met inhalen rechts. En dat gaat ook lekker zo. Jullie stomme auto's! Echt vervelend is dit. Dan gaan ze me eerst rechts inhalen en dan gaan we... Nou ja, goed, whatever. Wij mogen dus terug naar de Arkhoeve en dan paardjes op stal, trailertjes schoonmaken. En dan gaan we lekker naar huis.